Bokkenmerret in Valkenburg gaat definitief niet door. En onderwijsminister in gesprek met de carnavalsbonden. Komt er dan eindelijk groen licht? Goedendag, dit is het Heuvelad Nieuws. De bokkenmerret in Valkenburg gaat definitief niet door. De reden is dat de aanvraag te laat is ingediend. De vaste organisatoren van de markt zijn vorig jaar gestopt. De BIZ Valkenburg nam de organisatie over en probeerde op korte termijn in markt op te zetten. Maar dat is dus niet gelukt. Vooral het voldoen aan de veiligheidseisen was een grote klus. De organisatie is teleurgesteld, maar begrijpt het besluit van de gemeente. De gemeente Meersen heeft geen bedrijf gevonden dat onderzoek wil doen naar het accommodatiebeleid. In mei besloot de raad om 150.000 euro hiervoor vrij te maken. Een bureau zou onderzoek moeten doen naar de wensen van stichtingen en verenigingen. Zo zou er gekeken moeten worden of die organisaties hun accommodaties zelf kunnen onderhouden. 5 partijen zijn benaderd door de gemeente, maar niemand heeft zich ingeschreven. Volgens de gemeente komt dat omdat de uitvoering te complex is. Het college gaat bespreken hoe het nu verder moet. In december krijgt de raad dan een plan voorgelegd. Demissionair onderwijsminister Marielle Paul heeft gisteren gesproken met de carnavalsbonden over de doorstroomtoets voor basisscholen. De bonden willen dat de toets verplaatst wordt. Nu staat die namelijk gepland in de week voor vastelovend. Scholen houden dan vaak al activiteiten. Minister Paul was niet van plan om de toets te verplaatsen, maar vorige week wilde een meerderheid van de Tweede Kamer de toets toch verschuiven. Minister Paul kondigde daarop een gesprek aan. De Kamer moet uiteindelijk gaan beslissen of er een extra week komt om de toets in af te nemen. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Het provinciebestuur is in ieder geval blij met het voorstel. En dan gaan we naar Vaals. Daar stond afgelopen zondag in het teken van kunst. Er waren allerlei activiteiten zoals straattheater, workshops, muziek en levende standbeelden. Oh, ik ben vaker hier geweest en ja, het is leuk. Ja, we zijn net een rondje gelopen met de kinderen. De jongste vond het best wel even akelig en eng. Die wilde ook liever niet te dichtbij komen. Maar de oudste die vond het wel heel leuk om muntjes in te gooien en dan reacties te krijgen. En hij heeft net ook een snoepje gekregen, dus dan is het altijd goed. Het was leuk. Het weer was top. We hebben genoten. Heel veel vis verkocht. Heel veel. Ja? Ja, heel veel toontjes. Ja. Kijk, dus ja, dat willen we nog meer. Ja. Ja, ze hebben zwaarden gemaakt en met krijt mochten ze knoeien, dus hartstikke leuk. En Peter, Jan. En de carnaval. Muziekduo Andy en Roy waren een van de artiesten die afgelopen weekend fietsten van IJzer naar de Mokerij. In 1977 won Jean in de mee met het nummer van IJzer tot de Mokerij, de eerste editie van het LVK. Nu, bijna 50 jaar later, stapten de carnavalsartiesten op de fiets. We gaan fietsen rijden van fietsen van IJzer tot de Mokerij. In 170 kilometer hebben we uitgezet en we hebben nog een tussenstop in Zwalmen en in IJsselstein en uiteindelijk in Mook. En tussendoor doen we nog met z'n allen met Hondenveller en Petem nog liedjes zingen. Andy en Roy hebben hier en daar wat tochtjes gereden ter voorbereiding. Maar of ze er echt klaar voor zijn, weten ze pas op het einde. Ja. Van IJssel tot de Mokerij is de eerste winnaar van het LVK ooit een keer. En dat is eigenlijk als een beetje een grapje in stangen. Dat verzachten van, misschien wel leuk met die mannen van Hondenveller en Petem. Helemaal van IJzer tot Mokerij te gaan fietsen. Dat is nu de tweede keer, dus ja. De tocht stopt bij verschillende locaties waar ook nog eens flink gefeest wordt. Ja, zoals ik zei, in Zwalmen bij de Markt. In IJsselstein bij de winnaars van het LVK van de afgelopen editie. Bij Proefmaar, daar stoppen we en zingen we. En in Mook bij het gemeentehuis. Vanwege een drukke planning is er geen tijd om na te genieten. En die Roy staan s'avonds alweer op het podium. Ja, niet echt, want als we klaar zijn gaan we naar Venlo. Dus vandaag is de nacht van het Limburgse leed. En daar gaan we ook met z'n allen nog een paar cafés optreden aan het hoofdpodium.
Motivatie hebben Andy en Roy in ieder geval wel. Gelukkig zit het weer ook nog eens mee. Dat sowieso. Het zonnetje schijnt, dus vorig jaar hebben we heel slecht weer. Van veel regen gehad en alles, dus dit is super. En dan nog het weer. Woensdag is er een afwisseling van bewolking en zon en is het droog. Het wordt ongeveer 23 graden overdag en 14 graden in de nacht. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Donderdag is er meer bewolking en er is zeker na het middaguur kans op regen. Het wordt niet warmer dan ongeveer 20 graden. In de nacht is het ongeveer 17 graden en er staat een vrij krachtige wind. En dan vrijdag, dan is er weer wat meer ruimte voor de zon. In de nacht kan het nog regenen, maar overdag is het droog bij maximaal 19 graden. Er staat nog steeds een stevige wind. Na het weekend wordt het warmer en zonniger. Tot zover het Heuveland nieuws. Na de reclame Heuveland voor elkaar. Ik ben Geert van Weert en ik woon hier in IJsden. Ik doe dan samen met mijn collega's vrijwilligers het vrijwilligers repaircafé runnen. Ja, dat en meer dus zometeen na de reclame. Morgen zijn we er weer. Wilt u in de tussentijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar heuvelandvandaag.nl of kijk in de app. Dan wens ik u nog een hele fijne avond.